Op een gegeven moment ontmoette ik iemand die echt een businesswoman was, powervrouw. Toen dacht ik, ja, ik wil een eigen bedrijf. Hoe begin je als freelancer? Wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen? In een serie gesprekken die ik maak met Sales Marketing Groep duik ik in de wereld van de freelancer. Met in deze aflevering een gesprek met Imelda Oort. Welkom bij CVD tv Imelda, van harte welkom. Dankjewel. Ben jij nog freelancer, eigenlijk 100%? Of heb jij inmiddels eigen bureau? Als ik jou zo Google, dan twijfel ik een beetje. Ja, nou ja dat klopt. Die twijfel. Van, ik zit er ook nu een beetje in de overgang. Ja. <laughs> ik ben nog een beetje in de mix, zeg ja. maar. Uh, ik ben freelancer en ik heb mijn eigen bureau, waar ik met freelancers ook weer op werk. Ja, precies. Dus ik dus heb geen personeel in dienst. Nee, okay, ja. precies. Dus ja. het bureau is een bureaupropositie... maar je hebt geen mensen in dienst. Je werkt nee, daar ook in. Dus met en freelancen. bij de KVK ben ik ook gewoon. Freelancer. Eenmanszaak. Eenmanszaak, Eenmanszaak. Ja. ja. Dus, dus heel even het begin beginnen. Toen jij als klein meisje ergens op schoolplein uh, hobbelde, hè? wat wilde jij toen worden? Uh, dolfijnen oh, ja. <laughs> Toen ik nog niet wist dat ik dat eigenlijk heel zielig vond voor de vissen. Voor, uh, voor de, voor dolfijn, de vissen. Hè? Ja. Uh, kraanverzorgster. Sterrenchef. Um, als je was wel iemand met dromen. Ja, ik wilde heel veel. Oh ja, en op een gegeven moment ontmoette ik iemand die uh, echt een businesswoman was, powervrouw. Toen dacht ik, ja, ik wilde een eigen bedrijf. Huh? En daar ben ik eigenlijk blijven hangen. Daar ben je in blijven hangen. Ja, en ja. hoe zag je schoolcarrière eruit? Havo, <laughs> um, HBO. En uh, tijdens mijn stage eigenlijk gaan werken. En toen heb ik daar gelijk een baan gekregen. Ja. In de marketing toen ook? In de marketing, ja. Okay. Ja, ja. Want dat ja. is altijd wel je terrein, want wat heb ik gestudeerd dan? Uh, International Business Management. Okay. Waar ik toen inderdaad een minor marketing heb genomen. Meer omdat ik dacht van... Oh, dat leek me wel leuk, maar ik, de, de rest vond ik eigenlijk meer niks. Dus het was meer van nou, het, is het beste uh, van, uh, het van de opties. Ja. Uh. Dus, uh, en zo kom ik in marketing. En ik zat op dat moment een half jaar in Zuid-Afrika voor mijn studie. En toen dacht ik... Uh, Oké, okay, als ik terugkom, waar ga ik dan wonen? Toen dacht ik, nou lijkt me Amsterdam wel leuk. En toen moest ik dus een stage zoeken in Amsterdam. En zo ben ik dus uh, de marketing in Amsterdam. Uh, Want waar involved. kwam je vandaan? Zeg maar? of waar woonde je? je woonde niet in Amsterdam? Ja. Nee, ik heb mijn studie gedaan in Den Haag. Ja. En daarvoor woonde ik in Nieuwpoort. Dat is een heel klein dorpje richting Groot Amers, die kant op. Ja, veel mensen kennen het niet. Bij Zuid Den Holland. Is het is. Het, ja, ja, bij Den Haag, toch? In de buurt, of niet? Uh, nee, Zuid-Holland. Tussen oh, echt en Rotterdam aan de lek, oh. Schoonhoven, heet dat misschien. Ja, 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 ja daar ja, in de ja. buurt. Ja. Oh, okay. ja. Maar dat was te klein voor een meisje met grote dromen. Ja. Hmm. ja, ja. Um, waar ben je gaan werken toen? Bij Make Marketing Magic, Marketingbureau in uh, oh. Amsterdam. Ja. Ja. ja, Die ken ik. Ja. En hoe lang? Ik denk dat ik daar ongeveer drie jaar heb gewerkt. En wat deed je uh, daar? Marketing manager. Dus ik kwam daar. Uh, als stagiair. Toen uh -huh. ik 19 was, inmiddels ben ik 30, dus alweer een tijdje geleden. Um, en daar ondersteunde ik twee marketing managers die daar toen waren. Waarvan eentje vrij snel met zwangerschapsverlof ging. En um, dat was vrij abrupt. Dus toen was het: oké, okay. wat moet er gebeuren? E-mail bel alle klanten op en uh, fix het. En toen uh -huh. dacht ik: oké, okay, dat gaan we doen. En toen ben ik zo echt: ik wist nog niet wat retargeting was. Ik wist niet wat Google Ads was. Ik had geen idee van marketing. Uh -huh. Uh, en dat ging heel snel in een stroomversnelling. En uh, de manager daar, die, was, uh, uh, die zag blijkbaar iets goeds in mij. En dat was heel fijn, want die nam me overal mee naartoe. Naar elke klant toe en elk gesprek. En uh, ik deed alles en ik vroeg alles. En toen heb ik eigenlijk in een half jaar heel veel geleerd. Meer dan in vier jaar school? Zeker, ja. ja echt. Is school is echt wel zinvol? Ja, Waarvoor? zeker. Waarvoor? Het is leuk. <laughs> Ik heb het heel leuk gehad. Als fase in je leven ja, eigenlijk. Ja, als fase hè? in je leven. Mensen Zo zou het, het eigenlijk ook veel meer ingewikkeld moeten ja. worden, want qua ja. kennis is het natuurlijk best wel best wel ja. lousie, toch? Als je dan een half jaar of een jaar bij zo'n marketingbureau ja. werkt, dan leer je echt. Ja, ik moet zeggen dat ik wel um, dat ik toch international business had gedaan en daar zat ook wel een stukje finance in ja, en, okay. dus, en daardoor kon ik wel beter die gesprekken met die ondernemers voeren, okay. omdat ik wel een beetje iets begreep van. Oké, okay, als iets geld kost, dan moet je daar aan verdienen. En ik snapte dat wel een beetje. Want dat uh -huh. vond ik ook altijd wel interessant. Dus ik heb er wel iets van geleerd. Maar ja, ik heb het veel... Ja, een, een half jaar met een manager meelopen, zeg maar. Die daar de marketing toko runde. Daar leerde je natuurlijk ja. Ja, alles veel sneller. Een uh, mix zou ja. mooi zijn. Dat je, aan de, ene kant, uh, dat je ja. aan de ene kant in de schoolbank wat theorie krijgt. Maar aan de andere kant al ja. veel sneller meeloopt. Ja. Hoe het er in het echte leventje aan toe gaat. Ja, daar heb ik echt veel van geleerd. Um, een aantal jaar gewerkt. En wanneer kwam die uh, de, zeg maar, de behoefte om te gaan freelancen? Of kwam die er überhaupt? Of hoe, hoe, hoe is het zo gekomen dat je bent gaan freelancen? Ja, ik heb altijd wel gehad dat ik uh, wilde gaan ondernemen, dacht die ik, power, in mijn hoofd. power Lady, waar je, waar je Ja, dat, dat was heel inspirerend. Ik dacht ja, als je eigen bedrijf hebt, dat is heel cool. Wat en... je voorbeelden? Mm, nou, mijn ouders hebben wel uh, eigen bedrijf ook, heel iets anders uh, in de tandtechniek. Dus dat ah, is ja? compleet anders, maar dat. Zeg maar hard werken en een beetje risico's durven nemen, dat heb ik daar wel gezien. Dat ze dat deden, ook, eigen ze, hebben, ze, hebben, ze eigen onderneming en, ja, echt eigen onderneming. Ook een interessante branche, er gebeurt ook van alles nu. Ja, ja, ik moet zeggen, ik hou het niet bij, maar dat nou, <laughs> geloof ik zeker. Ja, ja, ja dus uh, uh, ja, dus ik heb het wel een beetje om me heen gezien en ook heel veel freelancers, wel in mijn familie, wel veel meer in de zorg. Hm. Um, ja, dus ik dacht, het was voor mij ja, het maakte me niet zo. Het, maakte, het was geen spanning ding van, oh, misschien ga ik freelancen, onzeker of zo. Ik heb meer zoiets van, ja, het leven is gewoon, uh, ja, je, je probeert wat en dan, dan is het leuk. Wat aan, ja, je, eigenlijk. Ja, dus maar we is, rommelen allemaal wat aan, ja, toch? toch dus, ja. hoe, moeilijk, hoe moeilijk is, het? misschien zij stapje, jij zegt je bent dertig, ja. tot welke generatie behoor jij dan? Ben jij dan millennial? Millennial. Ben jij ja. millennial? Ja. ja. Um, is dat, een, is dat een generatie die stoeit met dat, met dat vraagstuk van wat moet ik met leven en wat is het doel? En, uh... Dat denk ik wel. Hmm. Dat hoor ik wel eens, ja, om me heen. Ik denk het wel. Herken je dat? Hmm. Ik herken van mezelf wel echt een hele hoge ambitie en dan het niet gelijk kwijt kunnen. Ik heb echt een paar jaar gehad dat ik dus in dienst zat, werkte mm -hmm. en dat ik dacht, ja, maar ik wil eigenlijk een eigen bedrijf. Maar in wat dan? En uh, wat ga ik dan doen? En uh, ja, maar ik heb eigenlijk helemaal niet dat hele hoge vakkit gehouden als een ondernemer. Dus ja? ik wil wel eigenlijk uh, een beetje zekerheid. Dus dat freelance <laughs> is eigenlijk veel veiliger. Want ja, je verkoopt alleen je eigen uren. Dus zoveel ja. in de min kan je niet gaan. Ja. Dus ja, toen, um, toen het freelance kwam, dacht ik wel, oh, dit is een makkelijke stap, zeg maar. Mm. Maar die periode daarvoor, dat ik dat nog niet had gedaan, voelde ik echt een soort onrust. Dat ik soms s'nachts wakker werd. Dat ik dacht van, ja, ik wil helemaal niet. Uh, Straks om terwijl ik een hele leuke werkgevers had hoor. Maar uh. van, ik heb helemaal geen zin om morgen om negen uur en dan moet ik om 7 uur opstaan. Geen, nu sta ik vaak veel vroeger op, maar ja, ja, ja. Om, voor, voor een ander, zeg maar. En uh, weer datzelfde riedeltje. En dan moet ik die bellen en die. En daar heb ik helemaal geen zin in. En dat had me zo in dwars. Omdat ik wist dat dit niet voor mij was om op die manier eigenlijk te leven. Maar, en, en jij, dan, jullie uh, jullie ja. zijn nu al bijna weer de ouderen onder de jongeren, hè? Ja, heel oh, raar. Toch, oh, ik was gisteren gister ja. bij een evenement en toen zei iemand Zien tegen mij, enzo? u! En toen ja, zei dus u ik, tegen mij: vrouw! En toen dacht ik, oh ja, oké, oh, ja. Okay, ja. ja. <laughs> ja Time wonder. flies, hè? Ja, maar op zich ging het prima. Ja. Maar terug ja. naar uh, de stap naar freelance. Hoe kreeg dat vorm? Kun je, je vertellen hoe dat ging? Ja, ik ging dus op een gegeven moment uh, een tijdje bij het marketingbureau, waar ik net over had gewerkt. Ja. En toen op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, dit, dit werkt niet meer, Het moet even wat anders voor mezelf toen ben ik gaan reizen en toen kwam ik terug. En toen ben ik met Dolph Kos in aanraking gekomen. Van SMG? Van SMG. Um, eigenlijk ook weer via via. Um, ik had al een parttime baan ergens. En eigenlijk werkte ik al een soort van freelance. Want dat deed ik gewoon vanuit thuis. En ik kwam met hem in gesprek. En toen zei hij van... Oh, uh, ik heb nog een uh, webshop. Daar, daar zoek ik eigenlijk iemand voor. Maar daarnaast... Toen kwam hij met een A4'tje naar me toe... Allemaal plannen erop. En dat was eigenlijk SMG. Oh, je kent hem echt al vanaf ja, uh, day voor one SMG. Ja, 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 ja. ja, want ik werkte bij een ander bedrijf van Dolf. En uh, toen kwam ook het bedrijf waarmee die failliet is gegaan, gierend. Nee, dat die, oh. uh, die niet. Maar okay. daar ken ik hem wel van. Ja. Ja, nou. Voor de mensen die zitten te ja. kijken en denken, we hebben het over Dolf Kos-eigenaar van SMG, heeft een boek geschreven. Titel Ben ik even kwijt, maar van Hero stoppen, tot Zero was van het. Hero ja, tot Zero? Ja, ja. Hij, de, hij heeft ja. het een en ander aan ondernemersles heeft hij heeft meegemaakt volgens ja, heel mij. Heel leuk! Uh, ja. Ja, ik vind het leuk boek om te lezen, maar ja. natuurlijk, omdat ik dat bedrijf ook ken en ja. daar vroeger als een klein meisje wel een aantal keer ben geweest, grappig, dus uh, dat is te grappig om te lezen. Maar ja, ik ben dus met Dolf toen in aanraking gekomen toen hij had namelijk ook een webshop met uh, schaduwdoeken of en Tom, doeken? schaduwdoeken. Ja. Of schaduwdoeken. Dat zijn van die of hoeken het die je... Ja, van die terras. hippe driehoekige met stokken. In ja. ja, ja. ja. de zomer is het natuurlijk super druk. En in de winter heb je ja, geen klanten. Dus toen uh, gingen we eigenlijk aan de slag met uh, SMG. In het voorjaar uh, van... zou het zijn, 2018? Ik weet het niet precies. ja. Okay. ja. En uh, ja, dat A4'tje kwam op mijn bord. En toen dacht ik van... Ja, wat een gek idee. Maar het zal wel. En ik dacht... Uh, ja, prima. Ik help wel met het organiseren van het een en ander. En toen ging ik eigenlijk marketing doen voor SMG. En uh, op jouw vraag was: uh, hey, hoe ben je gaan uh, freelancen? Ja, vrouw, ja, freelancen? Vanaf dat moment kwam ik natuurlijk in contact met allemaal freelancers, met recruiters. Want ik was nog uh, de marketeer van het bedrijf, maar ook de accountmanager van, uh, van de freelancers. Mm -hmm. um, en we waren eens aan te kijken van oké, okay, hoe zorgen we dat ze ook opdrachten krijgen? Dus ik was ook in veel in gesprek met recruiters. En op een gegeven moment zei ik tijdens een voorstelronde. Ik stond er een beetje dubbel in, want ik was aan het netwerken voor SMG, maar ook eigenlijk een beetje voor mezelf. Want ja, ik mocht, ik, misschien wil ik ook wel gaan freelancen. Want je dus was toen nog in dienst? Ik was nog in dienst, ah, ja. ja. En um, toen kwam er op een gegeven moment een voorstelrondje, een beetje out of the blue. Ik word altijd heel zenuwachtig van die voorstelrondjes waar je dan echt een rondje afgaat. En dan voel je, oh, nog drie mensen en dan ben ik aan de beurt. Ik word je daar zenuwachtig van? Ja, daar word ik zenuwachtig van. Ik word er altijd ongeduldig van. Oh ja? Van oh, ik mag, dat is beter. Ja. Maar is mijn, is mijn vak. <laughs> Misschien moet ik dat in mijn mind gewoon omtunen. Ja. Want nee, dat is niet zenuwachtig. dat is Ja, ik ongeduld. mag bijna. Ja. Ja, ja, ja. Maar jij zat te zenuwen? Ja, ja, ja. ja. ja dat vond ik vreselijk. Maar je en wist toen... niet wat je moest zeggen? Nee, want ik dacht van, ja, wat doe ik? Ik regel gewoon dingen. Geen dat is wel idee. een beetje wat ja. ik de laatste... Ik weet niet hoe lang we nu in gesprek zijn, maar... Zoiets van, you get shit done, weet ja, je wel? Ja, dat is het wel. Je, je jou moet van, hey, gewoon mijn dingen vragen en dan fix ik het wel. Ja. En het boeit eigenlijk niet wat, zeg maar. Nee, 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 ik vind het echt leuk om gewoon... Kijk, ik doe nu marketing, maar ik zat er nog over na te denken van tevoren. Even een Ja. Het is wel een redelijk chaotisch gesprek, maar dan maak ik dat het nog steeds... Uit, aan, ik kom de zo denk. weer terug. <laughs> ja, ja, we komen zo weer terug. Ja. Uh, 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 zo houden we de... Zo yeah. yeah. blijf je kijken. Ja. Yeah. Um, ik heb vaak met, gewoon met mijn werk. Nu is het marketing, maar ik vind het, het leukste om met bedrijfseigenaren te werken. die gewoon echt een duidelijke doel en visie hebben. en daar naartoe te werken. En in marketing heb ik gewoon de meeste kennis. Ja. Maar ik kan ook gewoon heel veel dingen regelen ja. rondom. Wel vaak bekendheid en het bedrijf bekender maken. Maar toevallig was ik dan gisteren op een MME-event en dat doe ik hele andere dingen. Ja, daarbij is het halve producer of project. Weet ik ja, heel, ja dan en dan regelen we, regelen we dat. Dus he, dat, dan de alle, de dat de alles met naar het geluid het, uh... en de camera's en tv en de fighters allemaal op het juiste moment samenkomen, zeg maar. Maar dat vind ik gewoon echt super leuk om Want er zit zoveel drive achter en ambitie achter dat bedrijf. Dat, ja, daar ga ik gewoon heel goed op. En, en dat achter vind ik die sporters ook? ook ja, dus ja. dat is wel echt iets wat. want zo uh... deed ik even, want sport is wel een themaatje ja. bij uh, volgens mij. ja dus dat uh, en. Maar goed. je was met Dolph in gesprek. en toen deed ik op die voorstelronde. en toen zei nog... ik ter pleks, ik ben e-mailde en uh, ja ik doe uh, social media, zei ik toen. <laughs> en ik dacht van nou wat heb ik klaar met social media, geen idee. maar daarna komt dus iemand naar mij toe, ja mijn vrouw heeft een bedrijf en ze heeft echt iemand zoals jij nodig, ze heeft echt social media manager nodig. <laughs> En ik, oké, okay. ja is goed, ja dat kan ik. En zo is het eigenlijk gerold. En toen ben ik, naar de, ben ik ook vrij snel naar de KVK gegaan. En toen ben ik haar social media een beetje gaan doen. Maar wacht even. Jij, je krijgt dan eindelijk een soort eerste opdracht in je schoot geworpen. Ja, zo is het door gegaan. Door het beginnend contact ja. met Dolf en het netwerk wat daar allemaal omheen ja. hing. Uh, de KVK-pandel, ja dat heb je gewoon gegoogeld. Waarschijnlijk voor jou ook moet naar de ja. KVK of zo. Dan ja. schrijf je jezelf in. Ja. Maar heb, die, heb je die klus toen ook aangenomen? Die klus heb ik toen aangenomen. Ho en hoe bepaal je dan je uurtarief? Ja, toen heb ik een veel te laag uurtarief gezegd van uh, iets van uh, 40 euro per uur of zo. Heb je ik... niet in Dolph even gevraagd of in een netwerk gevraagd van wat vragen jullie hier normaal? Of, uh... Ja, ik wist wel dat ik eigenlijk meer moest vragen. En zij had een bepaald budget wat veel te laag was. En toen dacht ik, het maakt mij niet uit. Je ik was wilde de het wat je wil het gewoon doen. Ja, ja, weet ja. je, ik ga het gewoon doen en ik zie het wel. En uh, I don't care. Ik wist wel weten dat het te laag was, maar ja. uh, ik en heb je meteen toen je baan, baan opgezet? Nee, want het was, gewoon, het was gewoon een paar uurtjes in de week. Voor de bij? Ja, voor de bij. Dus was, je bleef, vaak in, je in, de bleef in dienst, ja. KVK-inschrijving. Wat vond uh, je bureau daarvan? Die vonden dat prima? Die, ja, Dolf vond dat prima. Die, die stimuleerden ja. nee, dat Nee, want, oh, want toen was je in dienst bij, bij Dolf? Ja, toen was ik in dienst bij Dolf. Ah, okay. Toen had ik dus dat A4'tje al voor mijn neus gehad. En okay. toen waren we dus voor SMG eigenlijk, het netwerk voor SMG, ah, gaan aan het opbouwen. Okay. Tijdens die voorstelronde ook. Ja. En uh, vanuit daar toen... Um, ik ook in contact daarna met recruiters, en toen had een van de recruiters had een opdracht voor mij, echt een freelance opdracht. En toen stond ik gelukkig al bij de KVK ingeschreven. En toen ja. zei ik: Gelijk, is goed, gaan we doen. En toen ben ik wel eventjes gaan overleggen wat moet ik vragen en hoe gaat het proces? En ja. um, dat was mijn eerste opdracht. Toen mocht ik ook bij SMG in dienst blijven. Ja. En um, volgens mij zei uh, Megan dat ook in een vorige. Uh, ja, serie van ja. jou dat zij toen in dienst was en dat uh, dat ze toen is gaan freelancen daarnaast eigenlijk. Ja. Megan Hoordijk, ook iemand uit, bedoel je die uit het ja. netwerk? Ja, ja precies. Ja, ook, ook want, want voor de duidelijkheid, ja. kijkers, we maken een serie samen met SMG ja. over freelancers. En Megan was hier eerder uh, te gast. Uh, dus ik zal hierboven een linkje aanbrengen, kun je die zien. En in de beschrijving ook een linkje naar de hele playlist met alle gesprekken over uh, allemaal prachtige freelancers. Dat er zijn. Dat, ja. ja. Dus daar nog even een linkje naar. Dus maar toen dus gingen dus we naar de volwassen tarieven. Ja, en toen gingen we naar de volwassen tarieven. En toen ben ik eigenlijk na die opdracht uh, vrij snel echt gaan freelancen. En hmm. toen ben ik echt uh, uh, lid geworden van SMG. Toen werkte ja. ik niet meer voor SMG. Nee, ik werd je echt lid van het netwerk? Toen werd ik lid van het netwerk. En want ik had toen ook al vanuit de zijlijn zo goed de kracht gezien van hoe het werkte en hoeveel mensen samenwerkten met elkaar. En het voelde echt van, oké, okay, ja, nu is eigenlijk de stap om dan op die manier te gaan freelancen, is gewoon uh, letterlijk een stap. Een kant op. Het was ja. niet spannend meer. Nee, 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 nee. Dus ik dacht, oké, okay, gaan we doen. Klinkt Nooit bang geweest voor de continuïteit of zo? Want bij een baan heb je dan een soort van zekerheid dat je elke maand salaris op je bankrekening krijgt. Nou, het leuke was wel dat ik toen ik echt fulltime ging freelancen, was uh, welk jaar was dat? 1 maart was het 2020. Ja, moet je niet meer uh, Nou, dat was dus precies oh, de lastiek. maart ja, voor ja. Ja, ja, corona en dat we allemaal thuis moesten gaan blijven. Toen was ik officieel weer uh, in dienst. En uh, toen zat ik dus uh, bij een opdrachtgever Miele, uh, ook bijna fulltime. En ik had geen idee of we daar nog ging blijven werken, ja of nee. En toen um, vond ik dat wel even spannend. Ja, maar want dat ging goed. Dat ging goed. Maar je had geen idee of het nou goed ging gaan of niet. Dus het was net even een maand of twee. Dat dus ik dacht, oeh, dit is even spannend. Want um, ja, de werkzaamheden stonden ook, alle bedrijven bedrijvigheid was allemaal een soort stressfactor. Ja, ja zeker. Want, de marketingsector heeft daar wel uh, dat, dat was wel even paniek. Ja, maar wij hadden ook allemaal shoots gepland staan. Ik deed veel met shoots organiseren voor dat voor een, en uh, dat Had jij een buffer voor jezelf opgebouwd zo in de zin ja, van spaargeld? of uh, weet ik vond? Ja. Dus je kon wel even vooruit. Ja, dus dat had ik gelukkig al wel. Ja. En uh, ja, dat was wel even spannend en maar dat ging uiteindelijk eigenlijk altijd goed. Ik heb gelukkig uh, nooit echt onder klus gezeten. En ik heb daarnaast ook mijn klussen. Vind ik vrij praktisch ingedeeld. Dus ik doe interim klussen. Maar met marketing-adletes doe ik dus ook. Uh, ja, meer agency-stijl klussen. Ja, want marketing athletes dat is je bureau. Dat is mijn bureau. Dus dat, dat, is... dat is een soort van in-opbouw nu. Ja. Wat zijn je ambities daarmee? Ga je ooit SMG dan in de steek laten als dat heel hard groeit? Mm, eigenlijk wat ik daarmee wil is, um, het creëert voor mij een stabiel, stabiele inkomen. Want ik neem klussen aan die ik in principe zelf ook kan vervullen. Maar ik werk daarmee samen met freelancers. Dus op het moment dat ik fulltime in, uh, op klus zit. Mm -hmm. Dan ben ik daar bijna niet mee bezig. Dan besteed je het uit. Dan besteed ik het uit. Die klanten zijn eigenlijk vanaf het begin al in contact ook met de, met de persoon die uitvoert. Dus het is niet zo dat ze zelf niet weten. Ze hebben kennis gemaakt. En we hebben als bureau ja, ja. daarom de klus aangenomen. Ik heb drie, vier specialisten die uh, met mij daarop werken. Dus het, zijn, het is geen enorme groep. Uh, het zijn allemaal atleten, zoals ik het noem. Dus het zijn echt wel mensen die echt minimaal drie, vier jaar ervaring hebben op het... Specialisme wat ze doen. Niemand is allround. Iedereen is heel erg gespecialiseerd. En ik ben de allrounder eigenlijk. Mm. Dus dat is heel fijn, want op het moment dat ik geen klus heb, geen fulltime klus... dan kan ik daar weer iets meer tijd in besteden. En dan schaal ik daar de uren weer deels op af. Dus ik heb eigenlijk altijd een stabiele inkomen op, de, op die manier. Uh, en eerst deed ik eigenlijk hetzelfde, maar zonder agency-vorm. Dus deed ik alles zelf. Mm -hmm. En op een gegeven moment waren mijn stress levels uh, through the roof. En toen dacht ik: dit wil ik niet meer. Ik wil het gewoon met anderen doen, ja, toen wat heb ik het al leuk vind in, in deze wereld van vandaag. Uh, is als je dit uh, weet, ik veel 20 jaar geleden of zo, ja. dan had je allemaal gezeik gekregen, want dan had je concurrentiebeding. En uh, uh, hoe werkt dit in samenwerking met SMG? Want Als je nou old-fashioned classic zou denken, zou zeggen zo, maar dan ga je dus concurreren met SMG. Want marketing athletes is ook een, een soort netwerkje, netwerkje van, van freelancers. Ja. Ik, bedoel, ja. ik ga er helemaal vanuit dat het geen probleem is. Want, maar hoe heb je het daarover gehad met SMG? Of loopt dat gewoon? En, en jagen ze dat aan? Hoe werkt dat? Ja, ik heb het er niet over gehad. En uh, SMG staat heel erg over dat je zelf gewoon ja. kan ondernemen zoals jij dat wil. Ja, dus dat is een Dolfje. Dat zit er wel in. In DNA, ja, denk dus ik. Dus als jij op die manier je geld kan verdienen, dat is natuurlijk uh, fijn. Want op het moment dat jij als lid. Geen geld verdient, zeg maar. Verdient de SMG ook niet. Er zit nee. een uh, mooi model achter. Um, ik werk ook heel vaak samen met uh, mensen uit het netwerk van SMG. Dus dan werkt het werk netwerk juist, ja. zeg maar. Ja. Af en toe ook buiten SMG, want ik kijk wel echt van wie past bij de klus. Ja, ja. Um, dus maar het is een soort fluid, uh, Het loopt een beetje door elkaar heen. Ja. ja. En uh, SMG is geen agency, hè? Dus. Nee. De mensen die uitvoerend zijn, allemaal gewoon ondernemers. Dus je mag doen en laten wat je wil. Ja, ja. in die zin wel. Ja, ja. Wat brengt het, het ja. netwerk jou en wat geef jij het netwerk? Als je het hebt over SMG? Um, ja, met name kennis. Allebei de kanten op. Ja, ik denk ja. dat het en het geven is van kennis. En, uh, ja, en dat is ook iets wat ik dan heel erg belangrijk vond. Vooral de eerste jaren. Mm -hmm. um, merk dat het me nu ook wel steeds meer een soort ontspanning en. Gezelligheid uh, met een groepje hoor. De groep is vrij groot. Dus op een gegeven moment krijg je met een paar een goede klik. En daar ja. uh, ga je gewoon leuke dingen mee doen. En heb je een soort uh, ja, extra vriendengroep mm -hmm. erbij. Mm -hmm. Maar dat was niet mijn intentie. Mijn intentie was echt van oké, okay, ik begin het met freelancen. Ik heb nu misschien vier jaar, vijf jaar ervaring um, met online marketing. En desondanks ik best wel echt een aanpakker ben en veel. Lekker zo'n term en een aanpakker. Maar aanpakker. <laughs> ja, ja ik vind maar, dat vind ik altijd zo vervelend. Ja, zo, ja, zo, ja. Zo, zo, zo klink je wel inderdaad. <laughs> ja. Maar ja, dan denk ik van ja, je kan wel heel veel dingen doen, maar je wilt het ook gewoon goed doen. En ja. uh, dan vind ik het toch wel fijn dat je kan overleggen en ja. dat je dat stukje kennis. Dus, dus hebt. je ziet het echt ja. als een kennisnetwerk. Ja, ik zie het echt als een netwerk uh, om mezelf uh, slimmer, ja, beter te, te maken. Ja, te ontwikkelen. En ook het fijne is gewoon dat Het twee kanten op gaat, dus hè, als de een mij dingen vraagt, is het gewoon leuk om die persoon te helpen, en andersom ook. En je gaat niet zomaar even op LinkedIn iemand zoeken die jou misschien kan helpen en dan een vraagje stellen, want die denkt ook van ja, uh, wat zin in het voor mij? Ja, waarom ja. moet ik dat doen? Terwijl en dat geven en nemen is een soort principe van het ja, MG-netwerk. Als je alleen maar eens, komt te halen, dan en het, ja, alleen halen werkt werk niet. niet. Maar het leuke is, ik heb zo vaak gehad dat iemand zei, Joh, ik help je gewoon. Toen dacht ik, ja, maar. Um, <laughs> moeten je dan nog voor ja, betalen? Kost dan wel. Ja. Ja, ja. Nee, joh, boeiend. Komt wel goed. Ja. En weet je, als het niet bij jou goed komt, doe maar een keertje goed woordje voor me. Dat ja. komt allemaal wel ja. goed. En ja. maakt het allemaal niet uit. Ja, en, leuk is dat. en dan vaak is het dan ook zo dat ergens vier jaar later, dan uh, ja. kom je elkaar weer met een klus of zo tegen. Ja. Weet je wel? Dus dat is gewoon heel leuk uh, ja. hoe dat gaat. Ja. Wat heb jij met sport? Heel veel. Vertel ja, eens. ik vind het leuk. Niks professioneels, maar gewoon uh, um, het is vooral de, de, het is een beetje ontspanning. Het is nou een beetje ontspanning. Ik bedoel ja. ik, ik, heb niet je hele doopzeel gelicht, maar ik heb wel wat foto's voorbij zien komen. Het gaat wel iets verder dan wat in mijn ogen ontspanning is. Oh, ja. Zodra jij nummertjes op je arm hebt en, ja. en je doet drie sporten tegelijk ja. op een dag, dan uh... ja, maar je bent dus niet achter een laptop bezig. Ja, ik vind nee. mijn werk heel leuk hoor, maar ik vind het ook gewoon het leven is ook gewoon voelen dat de bloed door je aderen stroomt zeg maar en dat is met sport natuurlijk wel echt dat je gewoon echt weer even in de wereld bent in plaats van in je kamertje heb je dat altijd al gehad wat sporten um, ik heb het doen? altijd vroeger wilde ik het heel graag ja hmm. toen wilde ik heel graag uh, uh, atletiek doen en toen uh, zat ik op pianoles en uh, ik was druk met werk en uh, met allemaal klusjes. En toen zei mijn ja, ouders, daar heb je helemaal geen tijd voor, voor atletiek. En toen mocht het niet. Want je moest piano spelen? Want je moet toch. Oh, je hebt je ook nog je pianoles. En ja. dat vond je minder leuk? En nee, dat vond ik helemaal niks aan. <laughs> ja, ja stond er stond een piano in de woonkamer, dus... Uh, en je hoe je ontdek pianos. je atletiek dan? Uh, ik ging met een meisje mee, vriendinnetje van mij, en ik mocht een keertje mee. En dat ging toen zo goed, dat ik dacht van, dat is, uw talent. is geweldig. Ja. Had je de meer ja. uit kunnen halen uit sport of willen. Ja, ja, dat had ik wel echt uh, professioneel willen doen, denk ik. Ja, ja ik vind dat namelijk echt um, iets wat ik echt uh, heel, ja, ik voel me echt alive, live, zeg maar. Ik vind ik echt tof. Ja. En ja. Uh, is er dan sprake van spijt of zoiets? Of hoe kijk je? Want ja, wist dus je, ja, je bent dertig. Ik bedoel, ja. zijn sporters die worden met een dertigste ja. knallen ze nog een keer ergens uh, ja, door. Ja, nu doe ik even een triathlon of zo. Omdat ja, het toch? Nou, ik moet zeggen dat. Uh, Laat ik het andersom ja. vragen. Toen je, want hoe oud was je toen je atletiek ontdekte? jong. Ja, ik denk uh, 16 of zo. Okay. Maar nog niet super jong nee. is dat hè. Dus 16, nee, 15, nee, 16 met was. Nee, dat dat die zijn er ook die al veel eerder beginnen, ja, maar, maar hoe maar hoe hoe, hoe is het zo gelopen dat het niet je dat je geen topsporter bent geworden? Ik ben uh, heel jong op mezelf gewoond, toen was ik 17. En daarvoor kon het dus eigenlijk niet thuis en daar, daarna dan krijg je ja, moet ook werken en school en toen eigenlijk had ik mezelf een beetje uh, wijs gemaakt van ja, dat kan niet, daar ben je al te oud voor. Of zo. Uh, terwijl ik eigenlijk op mijn latere leeftijd zei iemand tegen mij, toen ik denk ik 22 was of zo, van: Joh, schrijf je in voor een marathon of zo, dat uh, is echt iets voor jou. En het ging ik dat doen. En uh, ja, geweldig vond ik dat. Dus weet je, het hoeft niet opeens topsport te zijn, maar ik merk wel dat ik het echt, uh, dat ik denk, oh ja, je kan jezelf soms zo tegenhouden met jezelf vertellen dat het dan niet kan. Uh, toen ik, waar ik net over had in Zuid-Afrika, toen ik een uh, halfjaartje ben gaan studeren. Dat je daar een atletiekbaan, heel, uh, ja, enorm sportcomplexen heb je daar. Dat was echt geweldig. Toen ben ik ook een paar atletieklessen gedaan, uh, gevolgd. En toen zei die man ook weer, ja, dit kan je echt heel goed. Je bent echt super goed in. Dan heb je het vaker gedaan? En ik zeg, nee. Toen zei hij, oh, je bent er heel goed in. Maar dat deed me eigenlijk juist meer pijn dan goed. Toen dacht ja. ik, ja, ja, zie je wel, ik ben er wel goed in. Ja. En toen saboteerde ik mezelf zo, toen ben ik niet meer gegaan. En toen dacht ik, uh, ja, ja, ik heb geen zin om dit hele te horen, dat ik eigenlijk goed hier was of zo. Maar zo erg kan je zelf uh, dwars zitten, hè? Maar zit daar spijt? Ja, ik weet niet of spijt het woord is, maar er zit wel, er zat, ieder geval, nu, nu vind ik dat, nu heb ik daarvan geleerd. Uh -huh. Nu is dat oké, okay. maar ik heb dat wel heel erg uh, pijnlijk gevonden, ja. ja en ja. je zegt van, ik moest, of ik ging vroeg op mezelf wonen, was dat een ja. soort moeite? Of was het gewoon uh, omdat je het leuk vond om vroeg op jezelf te gaan wonen? Nee, dat wilde ik graag. Okay. Ja, dat vond ik tof. Ja, ja, dat heeft denk ik weer een beetje te maken met dat ik gewoon dat die ervaring van het leven of zo wilde, ja, ja, ja. wilde hebben. En uh, ja, nog steeds door nu weet je, te sporten, door inderdaad een triathlon of een halve marathon te doen of ergens voor in te schrijven. Um, het geeft een gevoel van dat je denkt dat iets dan misschien niet lukt. En dan ga je ervoor trainen, dan ga je ervoor werken en dan lukt het wel. En het is zo meetbaar in die zin van mm. uh, hoe je dat kan aanpakken. En ja. uh, uh, het is ook altijd als je dat soort dingen dan met anderen doen, doet, dan ga je met z'n allen voor een bepaald doel. Mm -hmm. uh, dat is gewoon superleuk. En uh, ja, ik kan het niet zo goed omschrijven, want er zitten echt mensen aan het luisteren zijn, je denken van ja, ik vind het er geen reet aan. <laughs> dus uh, ja, dat uh, is herkenbaar of totaal niet uh, ja. voor anderen. En, ja. en wat, is, ja. wat is de rol van sport dan nu in je leven? Ik bedoel, maak het eens concreet, ik bedoel, dat het belangrijk is is duidelijk, maar hoe geef je het nu vorm dan? Wat doe je? Uh, in, mijn, in mijn werk is het vooral, mijn bedrijf is natuurlijk ook marketing athletes. En uh, er zit natuurlijk een, een heel groot verschil tussen een uh, amateursporter zoals ik ben en een atleet. Uh -huh. uh, een atleet zou altijd zeggen... Ja, je moet niet altijd te hard pushen, goed rust nemen. Je stretchen, je mobility. En als we het dan hebben over rennen, ga je het niet alleen over snel rennen hebben, maar ook lange afstanden, langzaam. En ja. Uh, ja, nog allemaal verschillende theorieën waardoor je sneller gaat zonder dat je eigenlijk echt sneller gaat mm -hmm. uh, tijdens je training. Mm -hmm. Geen blessures krijgt en dat soort dingen. En dat soort uh, theorieën gebruik ik ook in, uh, in de marketing. Oké. Okay. Um, als we het hebben over strategieën. Kijk, er zitten zoveel, um, zeg je van dat mooie overlap in theorieën, zeg maar, die je nee. kan gebruiken uh, daaruit in je, in je bedrijf, waardoor het heel begrijpelijk wordt voor de ondernemer die tegenover me zit en die zegt van, ja, weet je, ik stop er zoveel geld in, dan wil ik gewoon dit terug. Dus jij gebruikt de metafoor van de ja, sport? Metafoor, ja, metafoor, dat zocht ik. Ja. ja, de metaforen gebruik ik heel erg veel ja. uh, in mijn communicatie naar de klanten, ja om het goed te kunnen en je betreken. bezoekt ze dus, nu en dan eens een MMA uh, fight Ja, uh, zeker. Zeg maar. Wat ja. is daar zo leuk aan? Ja, dat is weer datzelfde, gewoon die energie die daar hangt. Iedereen is helemaal opgehypt en uh, mm. uh, ja, de... en met MMA is het gewoon dat uh, de, als als sporter kan je dan niet alleen maar goed boksen. Hè. Je moet echt heel veel verschillende disciplines kunnen. Wil je MMA kunnen uitvoeren? Um, dus dat zijn incasseren moet je sowieso incasseren, moet je sowieso <laughs> kunnen <laughs> en uh, het is ook heel technisch, dus er zit best ja. wel veel meer achter dan dat je dan ja. dat je ziet, omdat je denkt en dat maakt het gewoon wel uh, ja, bewonderingswaardig eigenlijk ja. om naar te kijken. Ja, hey, nog een paar, een paar dingen die ik van je wil weten, is één even, zeg maar dit, dit dingetje afsluiten, zeg maar hoe. Um, um, uh, hoe heeft. Uh, daar zit, we zouden uren kunnen praten over hoe jij sport hebt beleefd en hoe het <laughs> geen topsport is geworden. Ja, dat is, daar, zit, daar zit wat, zeg maar. Zeker, ja, ja, ja. Uh, hoe heeft dat jou nu, als 30, dert, zei je. Ja. Uh, hoe heeft je dat nu gevormd als mens? Zeg maar, is het aan de ene kant Ben je daardoor. Uh, zit je dan juist zelfverzekerd in de wedstrijd daardoor? Van, Hey, maar nu ga ik op mijn manier wel op topniveau mijn vak uitoefenen. Of heeft het je juist een stukje soort onzeker gemaakt? Of hoe, wat voor een plekje heeft het nu? Ja, het geeft je echt ja. dat, je, dat ik me realiseer hoe erg je jezelf dwars kan zitten in je eigen gedachten. Zeg maar ja. denken dat je misschien iets kan, of dat iets te laat is. En misschien voor anderen is dat misschien het gaan ondernemen of het gaan freelancen of een bepaalde stap nemen. Of misschien ben je wel aan het freelancen en dat je denkt. Uh, ik vind het eigenlijk best wel weer. Uh, veel, iets van, bij grote veranderingen kan je jezelf gewoon best wel dwars zitten. En nu heb ik zoiets van, ja, dat is zo nutteloos. Hmm. Gewoon doen en dan zie je later wel, uh, weet je hoe dat dan uitpakt. Ja. En het geeft me juist wel, uh, ja, geeft me wel een kracht, denk ik, om gewoon dan acties te ondernemen. Hmm. Grote veranderingen durven maken in je leven. Ja. Ja. Um, ja. Jouw vakgebied, uh, focus jij met name op B2B of B2C of maakt dat met, niet uit? Meer B2C. M meer B2C, um, um, ja, laten we daarbij houden. Wel echt meer biet. En zien. content ja. is ook wel uh, uh, een... Um, laat ik zeggen, wat is de rol van content in marketing? Want ik ja, hoorde, je, je bent ja. met de podcast ja. bezig, ook zelf. Dus ik ja. krijg concurrentie. Een <laughs> <laughs> ja. beetje. Ja. Maar je bent, je bent bezig met de voorbereiding. Of als mensen dit zien, is hij waarschijnlijk ja. al gelanceerd. Maar je bent bezig met een podcast voor freelancers, hè? Ja, podcast voor freelancers. Uh, het freelance succes heet die. Ja. Dat doe, doe ik ook samen met Janice. Um, ook iemand uit het netwerk van Ook iemand uit het netwerk, ja. zeker. Ja, en euh, zij is ook accountmanager geweest bij SMG. Ze heeft heel veel um, andere freelancers ook mogen begeleiden, net ja. zoals ik heb gedaan. En we hebben allebei hele andere, andere visies en andere persoonlijkheden. Dus die mix is heel erg interessant in zo'n podcast. Van oké, okay, hoe kijken wij naar bepaalde situaties? Hoe zouden wij dat aanpakken? En uh, ik denk ook met het freelance in het algemeen. Is het ook gewoon doen wat goed bij jou past. Uh, met een paar slimme trucjes hier en daar wellicht. Mm -hmm. uh, en die trucjes, dat willen we graag uh, delen. Dus in die podcast uh, gewoon echt praten over... hoe je misschien bepaalde onderhandelingen beter aan kan pakken of... Uh, je een huis kan kopen als freelancer en het is Megan Hordijk gelukt hè ja het is haar gelukt In dat geluk, is supergoed. 26 volgens ja. mij is ze ja en uh, heeft inmiddels een huisje gekocht ja. dus uh, dat is inmiddels uh, ja dat, dat is gelukt uh, ja. dat kan dus als freelancer ja en dat denk je dat dat uh, moeilijker ja. is dan dat het is oké okay, dus, uh, dus praktische, praktische tips delen en ja. wat is in de algemene zin het belang van content voor jouw opdrachtgevers wat vind jij daarvan het belang van ja content? Dus het wordt steeds belangrijker eigenlijk Ja, tenminste, het is altijd belangrijk um, Content is belangrijk, maar vooral ook gewoon de functie van: oké, okay, uh, wat is de kwaliteit van de content? Uh, wat is het doel erachter? En, en niet: uh, ja, ik doe veel met socials, niet gewoon posten om het posten. Mm -hmm. Het verandert gewoon best wel snel qua. Um, als je heel erg met de trends mee wil gaan, uh, vooral op socials natuurlijk. En in mijn beleving is het echt een mix van trends en authentiek blijven. Ja. Als je dat kan mixen, dan ja. denk ik dat je. De, een volume heb om uh, snel te groeien, zeg maar. Ja. Um, om ook een beetje bereik te krijgen door die trends te gebruiken. En uh, ja, tegelijkertijd bij achter, jezelf uh, ja. dat is precies de spanning ja. die wij met CVD uh, ja. niet meedoen met alleen maar thumbnails met dikke auto's en, ja. uh, en ja. bankbiljetten. Maar tegelijkertijd wel begrijpen wat de trends zijn en, en hoe het algoritme werkt. Uh, ja, dat op is de een beetje. Je wil om het ja. algoritme, want je wil ook gewoon dat je boodschap bekend wordt. Ja. En um, ik denk niet dat mensen per se op zoek zijn naar trends, maar die trends worden natuurlijk wel door zo'n algoritme heel goed op, opgepakt ja. en daar uh, nee, goed. Maar ja, echt belangrijk. Ja. ja. Uh, Melden over een jaartje of vijf? Waar sta je dan? Oh ja, dat je is. Da uh, denk je erop Ik Ik denk, uh, nee, ik denk er nu niet zo heel erg meer over na, omdat ik nu wel weet dat ik denk ik over vijf jaar iets compleet anders. Uh, ik denk dat het heel anders is over ja. vijf jaar. Ja, dat denk ik zo so Stay tuned, nee, Ik weet het ook nog niet. Nee, <laughs> ja, Waarom ik denk, denk je dat, het, dat gewoon. Ja, omdat ik nu wel merk dat ik een switch aan het maken ben van het uh, reguliere freelancen naar iets meer ondernemen. Ja. Dat ik steeds meer tijd heb om daardoor om creatief na te denken naar andere projecten. Nu ben ik bijvoorbeeld opeens weer met een MMA-event uh, ja. bezig. Um, dus ik sta op dit moment best wel. Open om echt wel weer nieuwe dingen aan te pakken. Een growth mindset, ja. je, zoals dat heet. Ja, oh. soms voel je echt van: oké, okay, ik zit nu even in zo'n fase dat ik nu wil blijven doen wat ik nu doe. Ja. Even gewoon een paar jaar. En ja. nu denk ik van: oh ja, nu zit ik wel weer in een fase dat ik dat dingen mogen veranderen. Dat weet ik niet. Dat gaat het waarschijnlijk <laughs> wel gebeuren. Dus tegen de, tijd dat <laughs> ja. deze, tegen, tegen de tijd dat deze podcast live is, dan is het volledig nee, verouderd. Nee. En al, uh, ja, ik vond het leuk ja. je om te hebben Imelda. En Wat dankjewel je wel. voor het uh, delen van uh, al je verhalen en uh, van je ervaringen. Uh, en dank dat jij mijn gast was. Bedankt. Dat je mocht zijn. En uh, ja. dankjewel voor het uh, kijken naar nou, weer een gesprek uh, met uh, een freelancer. In Melda deze keer uh, in de serie die ik maak met Sales Marketing Group. Uh, we hebben inmiddels een, uh, een heel aantal freelancers hier al uh, in de studio van Studio van 7D uh, TV gehad. Uh, dus uh, check de playlist, check de podcast op YouTube en uh, of op Spotify waar je ook zit te kijken of zit te luisteren. Het maakt mij niet uit. Wat me wel uitmaakt en wat ik super leuk vind, is dat je ons gaat volgen. Dus zit je op YouTube te kijken, hieronder klik op de volk, uh, button, like deze video. Dan Maak je ons weer groter, en dat vindt het algoritme fijn. En dan word ik heel gelukkig. En de daar wordt heel gelukkig. En als je naar de podcast zit te luisteren, kun je ons ook daar volgen. Voor nu, dankjewel. Hoi.